alles wat je maakt is er nog niet. En dat maakt het heel erg leuk. Bij Smart Mobile leer je voor mobiele apparaten software te ontwikkelen. En dat is dus niet alleen voor je mobieltje, maar dat kan ook een smartwatch zijn of voor in een auto of voor in ieder geval andere apparaten dan een computer. Van smart fridge naar mobiele telefoon, smart brillen, je kan het echt zo gek niet verzinnen. Nou ja, je leert er niet alleen om software te schrijven, maar je leert ook echt om na te denken over de gebruikersinteractie. Je gaat een UX, heet dat dan, een user experience onderzoek doen. Hoe mensen door je applicatie heen gaan bewegen. En die gebruikersinteractie moet je voor zoveel mogelijk platformen werkend zien te krijgen. En dat is ook echt wel een dingetje waar je conceptueel goed over na moet denken. Je hebt ook de samenwerking met verschillende bedrijven. Het leuke is wel als je gezamenlijk aan iets werkt waar mensen ook echt iets aan hebben. Mensen met een beperking of mensen die hulp nodig hebben, mensen in de zorg. Kun je ook over nadenken hoe je dat kan helpen. Want daar kunnen juist dat soort apparaten die geen laptop of computers zijn, ideaal voor zijn. Ik ben een softwareontwikkelaar, dus voor mij maakt de techniek het heel leuk. Maar het enthousiasme van het groepje en de klant, dat is eigenlijk waar je het echt voor doet. Omdat mobiele telefoon echt wel de toekomst is, weet ik ook zeker dat mensen die mobiele apps kunnen ontwikkelen ook steeds belangrijker worden en ook echt nodig zijn. Ieder jaar denk ik ook weer een beetje anders van wat is er nu op de markt uitgekomen en waar kunnen we nu op inhaken en wat zijn daar al de mogelijkheden van. En dat is echt wel heel tof.